Kittycat. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. De vlinder. Op een mooie dag hadden de kittycats veel plezier in de speeltuin. Vlekje lijkt zo net een spook. Wat probeer je eigenlijk te vangen, Pudding? Mooie vlinders die ik nog niet eerder in het echt heb gezien, zodat ik ze van dichtbij kan bekijken. Ik zou zo graag nog eens een regenboogvlinder willen vangen. Haar vleugels lijken net een regenboog. Dat klinkt echt bijzonder. Zo'n vlinder zou ik ook wel willen zien. Maar weet je, die heb je hier niet. Regenboogvlinders komen alleen voor in verre tropische landen. De kittycats gingen naar huis, waar hen een verrassing wachtte. Raad eens, kittens. Opa heeft ons een kistje tropisch fruit gestuurd. Is dat niet lief? Ananas. Oh, met een rups. Oh, moet je zien. Dat is een grote rups. Mag ik haar houden, mama, alsjeblieft? Oh, zou ze ook een grote vlinder worden? Ik denk het. Maar laat er alsjeblieft niet door het huis lopen. Ik ben bang voor rupsen. Ik beloof je, mama, dat ik goed op haar zal passen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Pudding, weet je echt helemaal zeker dat die kronkelende rups straks verandert in een mooie, sierlijke vlinder? Zeker weten. Als ik heel goed voor haar zorg, dan komt het helemaal in orde. Oh! Er was eens een vlinder. Mag hij op een andere zender, alsjeblieft? Ons lievelingsprogramma begint al bijna. Jullie moeten even wachten. Onze rups wil eerst nog even naar dit programma over vlinders kijken. Nu ga je echt te ver. Wat als dat ding straks nou eens niet in een vlinder verandert? Dat doet ze wel. Wachten jullie nou maar af. Ik weet het zeker. Jij wordt de allermooiste vlinder van de hele wereld. Hoera! Eindelijk, het is zover. Wat? Wat is er? Is de rups veranderd in een vlinder? Nou, nog niet helemaal, maar al wel bijna. Ze zit nu in een cocon en als ze daar uitkomt, dan is ze een vlinder. Maar wat nou als er in plaats van een mooie vlinder een griezelig beestje uit de cocon komt? Ja, bijvoorbeeld een neushoorntor. Huh? Of misschien komt er wel een vleermuis uitgekropen. Of anders misschien wel een hele mooie betoverde vee. Fijn, nu word ik nerveus. Wauw, moet je zien. Precies waar ik op hoopte. Een regenboogvlinder, jongens. Oh, moet je zien. Wat is ze mooi, hè? Kom op, we gaan het aan papa en mama laten zien. Wat een prachtige vlinder. Goed gedaan, kittens. Eerlijk gezegd hebben wij niks gedaan. Dat was Pudding. Ja, hij heeft echt heel goed voor de rups gezorgd. En nu hoeven we haar alleen nog maar vrij te laten, zodat ze kan vliegen. Samen met alle andere prachtige mooie vlinders. Kom nog een keertje langs, regenboogvlinder, oké? Zal je voorzichtig zijn? Tot ziens. Kijk eens, lieverd. Als herinnering aan jullie regenboogvlindervriendje heb ik iets speciaals voor jullie gemaakt. Hoera! Miauw, 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 miauw! Dus dankzij de goede zorgen van Pudding is de regenboogvlinder nu te zien in tropische landen en in de tuin van de kittycats. De vlinder. Op een mooie dag hadden de kittycats veel plezier in de speeltuin. Vlekje lijkt zo net een spook. Wat probeer je eigenlijk te vangen, Pudding?
Pudding? Mooie vlinders die ik nog niet eerder in het echt heb gezien, zodat ik ze van dichtbij kan bekijken. Ik zou zo graag nog eens een regenboogvlinder willen vangen. Haar vleugels lijken net een regenboog. Dat klinkt echt bijzonder. Zo'n vlinder zou ik ook wel willen zien. Maar weet je, die heb je hier niet. Regenboogvlinders komen alleen voor in verre tropische landen. De kitty cats gingen naar huis, waar hen een verrassing wachtte. Raad eens, kittens. Opa heeft ons een kistje tropisch fruit gestuurd. Is dat niet lief? Ananas. Oh, met een rups. Oh, moet je zien. Dat is een grote rups. Mag ik haar houden, mama, alsjeblieft? Oh, zou ze ook een grote vlinder worden? Ik denk het. Maar laat haar alsjeblieft niet door het huis lopen. Ik ben bang voor rupsen. Ik beloof je, mama, dat ik goed op haar zal passen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Pudding, weet je echt helemaal zeker dat die kronkelende rups straks verandert in een mooie, sierlijke vlinder? Zeker weten. Als ik heel goed voor haar zorg, dan komt het helemaal in orde. Oh! Er was eens een vlinder. Mag hij op een andere zender, alsjeblieft? Ons lievelingsprogramma begint al bijna. Jullie moeten even wachten. Onze rups wil eerst nog even naar dit programma over vlinders kijken. Nu ga je echt te ver. Wat als dat ding straks nou eens niet in een vlinder verandert? Dat doet ze wel. Wachten jullie nou maar af. Ik weet het zeker. Jij wordt de allermooiste vlinder van de hele wereld. Hoera! Eindelijk, het is zover. Wat? Wat is er? Is de rups veranderd in een vlinder? Nou, nog niet helemaal, maar al wel bijna. Ze zit nu in een cocon en als ze daar uitkomt, dan is ze een vlinder. Maar wat nou als er in plaats van een mooie vlinder een griezelig beestje uit de cocon komt? Ja, bijvoorbeeld een neushoorntor. Huh? Of misschien komt er wel een vleermuis uitgekropen. Oh! Of anders misschien wel een hele mooie betoverde vee. Ah. Oh. Oh. Fijn, nu word ik nerveus. Ah. Oh, wauw, moet je zien. Precies waar ik op hoopte. Een regenboogvlinder, jongens. Oh, moet je zien. Wat is ze mooi, hè? Kom op, we gaan het aan papa en mama laten zien. Wat een prachtige vlinder. Goed gedaan, kittens. Eerlijk gezegd hebben wij niks gedaan. Dat was Pudding. Ja, hij heeft echt heel goed voor de rups gezorgd. En nu hoeven we haar alleen nog maar vrij te laten, zodat ze kan vliegen. Samen met alle andere prachtige mooie vlinders. Kom nog een keertje langs, regenboogvlinder, oké? Zal je voorzichtig zijn? Tot ziens. Kijk eens, lieverd. Als herinnering aan jullie regenboogvlindervriendje heb ik iets speciaals voor jullie gemaakt. Hoera! Miauw, 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 miauw! Dus dankzij de goede zorgen van Pudding is de regenboogvlinder nu te zien in tropische landen en in de tuin van de Kitty Cats. De vlieger! Op een winderige dag keken de drie kittens een beetje bezorgd door het raam naar buiten. Ik wil best naar buiten, maar het waait zo hard. Moet je kijken. Zeg dat wel. Met zoveel wind kun je echt geen boek lezen. Wow. Ja, of badmintonnen. En Miss Kitty haar wandelwagen waait zo weg. Hey kittens, als het zo hard waait, dan is het perfect weer om te vliegeren.
goed. Ik vind dat we vandaag moeten vliegeren. Goed idee. Miauw, 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 miauw. De Kitty Cats wilden hun vliegers helemaal zelf maken. Dus vroegen ze papa en mama om de spullen die daarvoor nodig waren. Ik vind dat het een grote vlieger moet worden, jongens. Nee, want dan wordt hij te zwaar. Als hij licht is, vliegt hij hoger. En we maken heel veel strikken in de staart, ja toch? Strikken zijn niet aerodynamisch. We gebruiken linten. En als hij geen staart heeft, dan vliegt hij waarschijnlijk nog sneller. Ik wil geen snelle vlieger. Ik wil gewoon een grote. En ik wil strikken in de staart, niet alleen linten. Nou, ik maak mijn vlieger zoals ik zelf wil. Dan doe ik dat ook. Het huis van de Kitty Cats leek wel een vliegerfabriek. Alle drie de vliegers waren totaal verschillend. Groot met een kleine staart. Klein met een lange staart. En een middelgrote zonder staart. De Kitty Cats en hun vriendjes namen de vliegers mee naar de top van de heuvel. Ja! Ik laat jullie wel zien hoe het moet. En dan ben ik nu aan de beurt. De teleurgestelde kittens gingen naar huis. Het waait zo hard buiten dat we niet eens kunnen vliegeren. De wind is niet het probleem. Misschien zijn jullie vliegers gewoon niet geschikt om mee te vliegeren. We konden het niet eens worden over onze vlieger, dus maakten we allemaal een andere. Hé, we gebruiken al onze ideeën. Zo kunnen we samen de perfecte vlieger maken. En dan mag iedereen een voorstel doen, goed? Dat is een geweldig idee. En papa, die wil jullie vast wel helpen, kittens. Ja. Met de hulp van papa en mama maakten de Kitty Cats een prachtige vlieger. Maar toen ze weer boven op de heuvel stonden, was de wind weg. Waar ben je, wind? We hebben je nodig. Kom terug. Nu kunnen we niet met onze perfecte supervlieger vliegen. Hoera, de wind! Iedereen klaar? Oké, dan gaan we vliegen. 1, 2, 3, wheel! Oké, laat maar vliegen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Het was prachtig om te zien hoe de vlieger hoog door de lucht vloog. Vooral omdat de Kitty Cats de vlieger samen hadden gemaakt. De gevederde dief. Op een dag speelden de Kitty Cats op hun kamer toen er ineens vreemde dingen gebeurden. Huh? Pudding, heb jij mijn nieuwe fluitje gezien? Heb jij hem gepakt? Ik heb hem niet. Snoepje, mijn nieuwe fluitje is weg. Wacht even. Ik zoek eerst mijn mooie nieuwe haarspeld. Nee, jij hebt hem ook niet, toch? Mijn vergrootglas is weg. Snoepje, heb jij hem misschien? Wat moet ik nou met jouw vergrootglas? Maar één van jullie twee heeft wel mijn haarspeld gepakt. Ik heb hem niet. Ik heb jouw haarspeld niet en jouw vergrootglas heb ik ook niet. En ik wil mijn fluitje. Maar wie heeft mijn haarspeld? En ik wil mijn vergrootglas terug. Kom op. Jongens, waarom hebben jullie ruzie? Zeg, weet één van jullie misschien waar mijn andere oorbel is gebleven? Wij hebben hem niet. Maar dan is er dus een dief in huis. Als hier echt een dief in huis was, dan had ik hem toch gezien. Huh? Wat gebeurt hier? De jamlepel lag toch net hier? Waar is hij? Ik weet het. Er is hier een dief in huis.
We moeten erachter zien te komen wat de dief precies wil. Laten we eerst maar eens gaan kijken welke dingen hij al heeft gestolen. Een lepel, een oorbel, een vergrootglas, een haarspeld en een fluitje. Als hij de jamlepel heeft, dan houdt hij vast van jam. Maar iedereen houdt van jam, dus dat is geen aanwijzing. Hij heeft mijn andere oorbel. En mijn andere haarspeld. Dan is onze dief waarschijnlijk een meisje, toch? En misschien pakte ze mijn vergrootglas omdat ze niet zo goed kan zien. En ze houdt van sport, want mijn scheidsrechtersfluitje is ook weg. Oh, maar wacht. Dus oma is de dief? Natuurlijk. Kijk, oma is een hele slimme dame. Wacht eens even. We gaan niemand beschuldigen zonder bewijs. Wat we moeten doen is een lokaas neerleggen voor de dief. Wat hebben al die dingen met elkaar gemeen? Bijvoorbeeld, ze glimmen allemaal. Papa's autosleutel glom, dus gebruikten ze die als lokaas. Ze wachten in spanning af om te zien wie de dief was. Zo te zien is de dief een ekster, jongens. Wow, wow, zorg dat hij mijn autosleutels niet meeneemt. Fijn. Hoe kom ik nu straks op tijd op mijn werk? Rustig, lieverd. Geen paniek. Ik heb een idee waar onze verdwenen spullen kunnen zijn. Moet je zien. Het is hier net een schatkamer. We zijn niet de enige slachtoffers van de gevederde dief. De kitty cats riepen de buren, die meteen kwamen toen ze hoorden dat de dief gevonden was. Iedereen was wel iets kwijt. Nu alleen onze spullen nog, toch? Jouw oorbel, schat. Oh ja. Een vergrootglas. Jouw haarspeld. Fluitje. Sleutels en lepel. Goed, dat was het. We kunnen gaan. Ik vind het zielig voor de vogel. Ze houdt van glimmende dingen, maar nu heeft ze helemaal niets meer. Hé, ik heb een idee. Wat als wij nou eens op zoek gaan naar iets glimmends en dat aan de vogel geven? Dan heeft ze iets glimmends helemaal voor zichzelf en dan is er niemand die het terug komt halen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! De kitty cats hadden een mooie glimmende flessendop voor de ekster. En dankzij de gevederde dief leerden ze dat je altijd eerst de feiten moet kennen voordat je iemand beschuldigt. En zeker je oma. De dag van de zwarte kat. Op een dag maakten de kitty cats en hun vriendjes zich klaar voor de dag van de zwarte kat. Kijk, daar is hij, onze zwarte gelukskat. Ik ga hem verstoppen, zodat we kunnen beginnen. Papa verstopte de zwarte gelukskat op een geheime plek en liet aanwijzingen achter over waar de kittens hem konden vinden. Luister, kittens. Als jullie de zwarte kat voor 6 uur weten te vinden, dan ligt van jullie het geluk voor het oprapen. Zo luidt de legende. Hoera! Miauw, 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 miauw! Kijk! 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 Ha! De zwarte kat ligt hier! Oh! Ik denk niet dat de zwarte kat in zo'n klein doosje past. Dat is mijn fluitje. Hij is echt heel prachtig. En hij glimt zo mooi. Ik denk dat het een aanwijzing is, jongens. Misschien moeten we erop blazen. Hey, geef hier dat fluitje. Het is een aanwijzing. Hier is een aanwijzing. Frambozen. Dan moeten we dus nu naar de frambozenstruik in het park. Oh. De zoektocht die papa voor de kittens had gemaakt, was geen gemakkelijke.
En na een lange zoektocht vonden ze eindelijk de laatste aanwijzing. Zo te zien ligt de zwarte kat ergens in ons huis verstopt. Kom mee, schiet op! Jongens, wacht! Waar is Vlekje? Hey, Vlekje! Misschien hebben we hem per ongeluk onder het zand begraven. Misschien heeft de extra Vlekje meegenomen. Of misschien is hij gewoon ergens verdwaald. Miauw! Ik heb een heel goed idee. We organiseren een zoektocht naar Vlekje. Als we dat doen, dan vinden we de zwarte kat niet op tijd. En dan ligt het geluk dus niet voor het oprapen. Maar Vlekje is onze vriend. Dat is belangrijker dan het oprapen van geluk. Vlekje! 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 Oh. Oh, Vlekje zijn poot afdrukken. Vlekje! Help me, jongens. Ik kom niet uit de greppel. Het is hier veel te glad. Pak mijn poot vast. Zo te zien hebben jullie de zwarte kat niet op tijd gevonden. Maar Vlekje was in een greppel gevallen. Oh, en toen moesten wij hem redden. Nou, dat hebben jullie goed gedaan. Nou, omdat Vlekje toevallig ook een zwarte kat is en jullie hem voor 6 uur hebben gevonden, denk ik dat het geluk toch nog voor het oprapen ligt. Kijk, en dit is jullie prijs. Lekkere gelukschocolaatjes met een voorspelling erin. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Wil jij mijn voorspelling voorlezen, mama? Dit jaar zul je veel plezier beleven. Er staan veel interessante dingen te wachten. Je hebt goede vrienden op wie je altijd kunt rekenen. Het zou voor iedereen een goed jaar worden. Vooral voor Vlekje. Want het grootste geluk van de wereld is het hebben van goede vrienden. De walvis. Op een dag wilde papa een foto maken van een grote walvis. Om mee te doen aan een prijsvraag van een natuurtijdschrift. De hele familie ging in opa's boot de zee op. Oké, even lachen. Ahoy! Haha. Is iedereen klaar voor een avontuur op zee? Oh ja! Wie wou, wie wou, wie wou, wie wou! Grote walvis, kom nou. Ik wil een foto maken. Ik dacht dat ik iets hoorde. Ik voel me niet zo lekker. Oh jee, Pudding. Dan heb je last van zeeziekte. Wat betekent dat, zeeziekte? Betekent dat dat Pudding een vissenstaart en kieven krijgt? Oh? Huh? Ah! Of verandert Pudding dan in een glaasje oceaanwater? Huh? 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 Oh, ik wil geen oceaanwater worden. Ik voel me al zo ziek. Cookie, Snoepje, maak jullie broertje nou niet zo bang. Je bent zeeziek wanneer je buikje een beetje van slag is door de bewegingen van de golven. Hey, Pudding, wat afleiding helpt ook. Waarom ga je niet iets lekkers voor ons vangen voorbij het eten? Hey, als je een walvis vangt, vergeet me dan niet te roepen, hè? Door het vissen voelde Pudding zich alweer stukken beter. Walvis, walvis! Huh? Oh, jammer, te laat. Snoepje hielp mama met de lunch. Misschien kun je beter die brutale zeemeeuwen voeren. Straks is er niets meer over voor de lunch. Oh, wow. Ja! Oh, nou ben ik alweer te laat. Cookie nam een kijkje bij opa in de kajuit. Het belangrijkste is dat je het roer zo houdt dat de boot mooi op koers blijft. Cookie, kom hier, probeer maar eens. Ha! Volgens mij kan ik het al best wel goed, opa, hè? Huh?
Belangrijk is dat je het roer zo houdt dat de boot mooi op koers blijft. Plotseling stak er een flinke wind op. De golven werden steeds hoger. Help! Oh! Oh, weer te laat! Cookie! Zorg dat je het roer goed recht houdt, oké? Ja, nou goed recht! Oeps! Al gauw ging de wind weer liggen en stopte de boot met dijk. Dat was een lekker dutje. Het is vandaag mooi rustig op zee. Hoera voor kapitein Cookie. Goed gevaren. Oké, even lachen. Oh, volgens mij heb ik beet. Hey, papa heeft zijn walvis gevonden. Geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow. Even lachen, jongens. Het was nog best lastig om een foto van de walvis te maken. Maar met hulp van de hele familie maakte papa een nog mooiere foto dan hij had verwacht. Schaakvrienden! Op een dag nam Pudding zijn schaakbord mee naar de speeltuin. Cookie, heb jij zin om met mij te schaken? Niet echt, Pudding. Ik vind schaken met jou niets aan. Jij wint altijd. Hey, Snoepje, wil jij met me schaken? Ik kan niet schaken. Ik wil later schaakkampioen worden, maar niemand wil met me oefenen. Pudding, zullen we vragen of een van onze vrienden zin heeft om met je te schaken? Ja! We gaan een geschikte tegenstander voor je zoeken. Goed idee! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow! De eerste vriend die wel met Pudding wilde schaken was Cupcake. Waarom speel je eigenlijk alleen maar met die pony? Dat is geen pony, maar een paard, Snoepje. Gewoon omdat ik die het allermooiste vind. Zo, schaakmat. Je hebt verloren. Ja, en dan? Ik ga het anders doen. De volgende tegenstander was Vlekje. Ik wil alleen als ik met zwart mag spelen. Ik pak jouw pion. En nu jouw paard. En nu nog een pion. En schaakmat. Ik win alweer. Alweer? Het bleek nog niet mee te vallen om een goede tegenstander te vinden. Ik zet hem daar. Nee, wacht. Daar. Of daar. Of daar. Oh, sorry. Mag ik een ander stuk pakken? Carrie, ik pak jouw loper. Wat? Maar ik ben toevallig dol op die loper. Die vind ik de allermooiste van het hele spel. Ik heb geen zin meer. En tot slot speelde de slimme dart een spelletje tegen Pudding. Geloof het of niet, ik heb nooit eerder geschaakt. Wauw, wat? Wij hadden verwacht dat jij wel kon schaken. Pudding legde de dart uit hoe je de verschillende stukken over het bord beweegt. Waarom mag het paard alleen zo bewegen? Waarom mag hij niet over het bord galopperen? En waarom mag de koning maar één vlak per keer? En mag de koningin alle kanten op? Zo zijn de spelregels. Sorry. Schaken is echt helemaal niets voor mij. Als ik niemand heb om mee te schaken, word ik later nooit schaakkampioen. En dan win ik dus ook geen medailles. Medailles? Wacht even! Papa heeft toch allemaal schaaktrofeeën in de kast op zijn kamer? Ja! Dat betekent dus dat papa heel goed kan schaken, Pudding. Schaakmat. Huh?
Goed gedaan, hoor, Pudding. Hoe kun je nou zo snel verliezen? Je bent de kampioen. Kijk hoeveel prijzen je hebt gewonnen. Die zijn niet van mij. Die zijn van mama. Ze speelde vroeger schaken op school. Zij was de beste en won altijd de eerste prijs. Ha! Ik heb een heel goed idee. Je moet met mama gaan schaken. Schaakmat. Wauw, wat goed. Nou, Pudding, goed gespeeld, hoor. Zo te zien hebben we een nieuwe schaakkampioen in onze familie. Hoera! Miauw, 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 miauw. Papa verraste iedereen met een mooie taart in de vorm van een schaakbord. Jullie papa is misschien geen schaakkampioen, maar hij is wel kampioen taartenbakken. Schaak, hop en mat. Zo vond Pudding een waardige tegenstander en bedacht papa een lekkere nieuwe tractatie voor bij de thee. De stoomtrein. Op een dag namen papa en mama de kittens en hun vriendjes mee naar het kinderstoomtreintje in het pretpark. Ik ben de machinist. Pudding, jij bent de stoker. En Snoepje, jij bent de conducteur. En alle anderen zijn de passagiers. Tjoek, miauw, 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 miauw. Goede reis, hè, jongens. Wij wachten hier op jullie. We hebben genoeg tijd om wat popcorn te halen. Meer kolen op het vuur. Dan gaan we sneller. Eerst vond Pudding het wel leuk. Speelgoed kool scheppen in een speelgoedoven en net doen of het echt was. Mag ik uw kaartjes alstublieft? Ik word moe van dat kolen scheppen. En ik vind kaartjes controleren maar saai. Oké, dan ben jij nu de stoker en jij nu de conducteur. Mag ik uw kaartje even zien? Wat? Alweer? Cookie, nu wil ik de machinist zijn. Wat? Ik kan je niet verstaan. Oh nee, nu ben ik de machinist en jij de stoker. Nee, ik ben nu de machinist. Ik ben namelijk al stoker en conducteur geweest. Geef die pet terug, Pudding. Pudding, geef die pet terug. Ik ben de machinist. Nee, ik. Geef hier die pet. Oké, dus wie de pet heeft, is de machinist? Waag het niet om hem af te pakken. Wie heeft mijn pet gepakt? Haha! Oh. Vers gepofte popcorn. Oh nee, hè. Nu kan niemand meer de machinist zijn. Over de machinist gesproken, wie bestuurt nu de trein? De trein naderde het station, maar hij reed veel te snel. We moeten vragen of papa de trein kan stoppen. De trein rijdt veel te snel. Papa kan hem nooit stoppen. Bijna, nog een stukje. Oh nee, te laat. We kunnen de trein laten stoppen met een grote parachute. Maar we hebben helemaal geen parachute. Nog andere ideeën? Het is jammer dat een trein geen fiets is. Op mijn fiets zou ik gewoon op de rem trappen om te stoppen. Weet je wel? Snel, de noodrem! Jongen, jullie gingen zo snel dat de machinistenpet van je hoofd afwaaide. Pudding, kijk eens alsjeblieft. Nu is het jouw beurt om machinist te zijn. Hé, en wij dan? Ja, ik wil ook een keertje de machinist zijn. Ja, ik ook.
Ik heb een supergoed idee. We kunnen allemaal om de beurtmachinist zijn. Goed idee! Miauw, 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 miauw! Tjok, tjok, tjok! Met z'n allen in een treintje, door het land en over spoor. In dat mooie blauwe tjok, tjok treintje zingen we in koor. Tjok, tjok, tjok! Tjok, tjok! 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 Onze trein loopt als een treintje, over heuvels door het dal. De machinist blaast op zijn fluitje en hij brengt ons overal. Tjoek, tjoek, tjoek. Tjoek, tjoek. Tjoek, tjoek, tjoek. Tjoek, tjoek. Nu kwam iedereen aan de beurt om machinist te zijn. En Cookie vond het heel fijn om passagier te zijn. Hij keek uit het raampje en genoot van het uitzicht. Kiddie TV. Op een dag wachten de kittens vol spanning op papa met de nieuwe televisie. Want de oude televisie was stuk. Kijk eens, kittens. Hier is onze nieuwe televisie. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Zo. En klaar. Zet hem maar aan. Mag ik het doen? Mag ik het doen? Wat zegt hij nou? Hé, hey, zet het geluid eens wat harder. Ja, dat probeer ik. Het geluid doet het niet. Dan moeten we hem maar weer terugbrengen naar de winkel. Hij is nieuw, ze ruilen hem vast wel om. We hoeven hem niet te ruilen, hoor. Ik repareer hem gewoon zelf. Ik pak even mijn gereedschap, oké? Hé, hey, moet je zien! Ik ben op tv, jongens! Mama, papa, hoi! Oké. En nu zou je het weer prima moeten doen. Wow, onze papa is zo slim. Hij kan zelfs een tv maken. Ah. Dat is niet best, pap. Hé, hey, dat is raar. Ik breng hem wel even terug naar de winkel. Ik weet het ook niet meer. Hij is al best wel lang weg. Wat als de televisiedokter hem ook niet kan repareren? Oh, het spijt me, maar we kunnen niets meer voor hem doen. Misschien moet de televisie wel een tijdje in het verband. Wanneer is hij nou weer beter? Zo kunnen we toch niks kijken? Wat als hij terugkomt uit de winkel en het nog steeds niet doet, jongens? Wat als het beeld vastloopt? Ik, de grote Sherlock Holmes, weet wie achter deze misdaad zit. Het is namelijk... Nee, wacht. Wie is het? Wie? Of dat hij uit zichzelf uitgaat. En we zitten in de laatste minuut van deze spannende wedstrijd. De spits rent naar de bal. Schiet! Nee, dat meen je niet. Komt in orde, kittens. Er is een klein dingetje stuk, maar ze gaan hem repareren en morgen is hij weer klaar. Hé, wat? Morgen pas? Maar dat duurt echt nog eeuwen. Ja, dan zijn we al oud en grijs. Wow, een hele dag zonder tv? Oh, ik mis onze tv. Ik weet wat we kunnen doen. We gaan de programma's die we leuk vinden op tv gewoon zelf naspelen. Als we dat doen, dan hoeven we ons niet te vervelen. Hoera! Miauw, 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 miauw! Attentie alstublieft, het programma begint. Cookie presenteerde een heel leuk sportprogramma. En Pudding presenteerde het weer.
En daarna was er een prachtig concert. Ze lieten zelfs nog een paar spannende films zien. De Kitty Cats vermaakten elkaar die dag met hun zelfgemaakte programma's. Ze beleefden ontzettend veel plezier aan hun nieuwe zender, Kitty TV. De goudvis. De Kitty Cats hadden papa en mama gevraagd om een huisdier. Jullie mogen je ogen weer open doen. Oh, wow, kijk, een goudvis! Zullen jullie goed voor haar zorgen? Jullie moeten haar voeren en het water verversen. Dat gaat jullie vast wel lukken. Geweldig! Miauw, 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 miauw! We moeten samen heel goed voor ons nieuwe huisdier zorgen. Laten we haar voeren. Geef haar maar een lekker stukje brood. Nee, dan zorgen we niet echt goed voor haar. We moeten haar iets geven wat echt lekker is. De kittens wilden de vis een groot stuk van papa's taart geven. Kijk, visje, eet smakelijk. Nee, wacht. Jullie kunnen niet zomaar van alles in de vissenkom doen. Dit is speciaal vissenvoer. Vissen eten maar heel weinig. Dus je hoeft er maar een heel klein beetje te geven. Ik zou echt nog uren naar haar kunnen blijven kijken. Het is heerlijk buiten. Gaan jullie maar even lekker in de tuin spelen. Even een frisse neus halen. Mag de vis met ons mee naar buiten? Natuurlijk mag dat, lieverds. Maar wees wel voorzichtig met haar. De Kitty Cats lieten vol trots hun nieuwe huisdier aan hun vriendje zien. Ik vind haar echt ontzettend prachtig. Ze kan echt super, super goed zwemmen. Mag ik haar eten geven en een stukje met haar gaan wandelen? Oh, dat wil ik ook! Dat wil ik ook! Ik ook! Boris, je bent lang genoeg geweest. Nu mag ik. Oh, de vis kijkt een beetje verdrietig. Misschien kunnen plaatjes van zeedieren haar een beetje opvrolijken. Dit is een inktvis. En dit is een blauwe vinvis. Ik denk dat dat boek haar alleen maar verdrietiger maakt, hoor, Pudding. Ik vrolijk haar wel op. Blije, blije, blije vis! Misschien heeft ze honger? Hij is leeg! Ik weet al wat er is. Weet je nog, mama zei dat vissen maar heel weinig eten. En wij hebben haar het hele potje gegeven. Oh, dat arme visje. Wie zou daar nou niet verdrietig van worden? Stel je eens voor dat iemand zoveel eten in jullie kamer gooit. Oh, en het water moet nodig verschoond. Weet je, het water is voor een vis wat lucht is voor ons. Stel je toch voor dat de lucht hier ineens net zo vies was als dat water. Verschrikkelijk, zeg. Je hebt gelijk. Ik snak naar frisse lucht. Ik denk toch niet dat jullie drie al klaar zijn om voor een huisdier te zorgen. Dus ik breng de goudvis maar weer terug naar de dierenwinkel. Nee, mama, wacht. Geef ons alsjeblieft nog een kans. Ik beloof je dat we nu wel goed voor haar gaan zorgen. We geven haar maar een beetje te eten, niet te veel. En verversen iedere dag het water, beloofd. Nou, zo te zien voelt de vis zich alweer stukken beter. En deze regenboog is voor in haar kom. Daar zal ze zeker veel plezier aan beleven. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Dit was het verhaal over hoe de goudvis bij de familie kwam wonen. En hoe de Kitty Cats goed voor haar leerden te zorgen.
Op een dag gaven de Kittycats en hun vriendjes een circusvoorstelling. Ik ga allemaal stunts doen op mijn fiets. En ik ga kor dansen. Ik ben een clowntje. En ik ga jongleren. En ik ben een goochelaar. En ik ga... Ik ga ook kor dansen, denk ik. Maar dat gaat Cupcake al doen. En jullie kunnen niet tegelijk kor dansen op één koord. Dan lopen jullie elkaar in de weg. Maar wat moet ik dan doen? Snoepje, je zou Vlekje de goochelaar kunnen assisteren. Maar Vlekje wil altijd iedereen bang maken. Ik heb geen zin om torren of andere enge beestjes uit zijn hoed te halen. Wacht, ik weet al wat er nog ontbreekt. Een dierentemmer. Oh, maar dat wil ik wel doen. Dan beginnen we nu direct met repeteren. Onze circusvoorstelling wordt echt geweldig! Miauw, 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 miauw! Ha! Hey! Hey! Oh, oh, oh! Als ik dierentemmer wil zijn, dan moet ik wel een dier hebben om te temmen. Vogeltje, spring eens door de hoepel. Maar de vogel was te druk. En spring! De mol was te bang. En de slak was te lui. Oh, kom op. Spring nou toch eens. Zo te zien ben je al volop aan het trainen. Maar niks wat ik probeer wil lukken. Ik ben geen goede dierentemmer. Misschien dat je op mij kunt oefenen. Papa wilde voor het circusoptreden van Snoepje wel net doen alsof hij een wild dier was. Raar, raar! Kom, spring maar door de hoepel, leeuwenpapa. Leeuwtje? Luister je niet naar mij? Ik ben de leeuwentemmer. Hup. Loop niet weg. Je luistert naar wat ik zeg of ik zet je in de hoek. Hé, hey, ik heb je nodig voor mijn optreden. Oh. 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 Zit hier ergens een wild beest verstopt? Hij is veel te wild, mama. Hij loopt steeds weer bij me vandaan. Waarom probeer je niet vriendjes met hem te worden? Maar hoe? Hij begrijpt niet eens wat ik zeg. Nou, er zijn twee dingen die hij zeker begrijpt. Liefde en aandacht. Hup. Ik heb een goed idee. Ik laat het wilde dier zien dat ik van hem hou en ik geef hem aandacht. En spring! Na wat liefde en aandacht begon papa door de hoepel te springen. En al gauw was hun circusnummer klaar. Wow! En zo had papa Snoepje laten zien dat je iemand het beste iets kunt leren met liefde en aandacht. Duikles. Op een dag bracht papa de Kittycats een dagje naar opa. Opa werkte en woonde in een vuurtoren. Hallo, mijn kleine kittens. Hoi, opa. Pap. Miauw, mijn jongen. Je kunt wel weer terug naar de fabriek. Wij vermaken ons wel, hoor. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Haha, de
oceaan is kalm vandaag. Dat is mooi, want dan kunnen wij zo lekker onder water zwemmen. Wat bedoelt opa daar nou weer mee, onder water? Hoe gaan we dat doen? Ik zie geen onderzeeboot. Hehe! En, zijn jullie zover? Dan gaan we scuba duiken. Hé, wat gaan we doen? Scuba duiken. We gaan onder water scuba duiken. Maar hoe moeten we dan ademen, opa? Je neemt lucht mee in speciale zuurstofflessen. Maar hoe kunnen we dan onder water zien, opa? Met speciale duikmaskers. Ja, maar is zwemmen dan niet lastig? Nee, daar heb je flippers voor. En deze mooie, deftige duikpakken. Je hebt een hoop nodig als je gaat duiken. En waarom zouden we onder water zwemmen? Het is hartstikke nat daar beneden. We gaan op zoek naar hele bijzondere zeeschelpen. Daar, vlakbij die rots. Wie het laatst is een haarbal. Kom mee. Kittens, ik wacht. Schiet op. Onder water hadden de kittens het gevoel alsof ze zo licht waren als een veertje. Dat zeemonster beet in mijn staart. Pudding, het is maar een krabje. Niks aan de hand. Kom er maar weer in. Nou, ik ben wel weer klaar met duiken, opa. Weet je, Pudding, je hebt gelijk. Ik stop er ook mee. Als ik onder water blijf, dan word ik nooit bruin. Nou, oké dan. Dan moet ik maar in mijn eentje op zoek naar die bijzondere zeeschelpen. De kittens pakten opa's verrekijker en keken in het rond. Wauw, kijk al die bergen daar en al die mooie vogeltjes. Hey, laat mij eens even. Ik wil ook. Pootjes thuis. Geef hier. Ik ben nog niet klaar. Oh nee, hè. Opa wordt vast heel boos. Ik heb een heel goed idee. We kunnen de verrekijker opduiken. Dat is een goed idee. Spring erin. Opa hield de kittycats goed in de gaten en was blij dat ze er nu achter kwamen hoe leuk duiken kon zijn. Vinden jullie duiken nu wel leuk? Heel leuk. Kijk wat we hebben. Ik heb een hele mooie schat gevonden. En ik vond deze mooie schelp. Oh, dat is precies de soort schelp die ik hier hoopte te vinden. Ik moet geloof ik maar bij jou duikles gaan nemen. Ja. Hey opa, waarom was je op zoek naar zo'n soort schelp? Wat wil je ermee? Nou, deze schelp heeft het geluid van de oceaan in zich. Zo prachtig. Hier, luister maar eens goed. Leren duiken is nog niet zo makkelijk. Maar de kittycats leerden dat, als je doorzet, je onder water hele mooie dingen kunt ontdekken. Dromen op bestelling. Op een ochtend vertelden de kittycats elkaar wat ze hadden gedroomd. Ik droomde dat ik in een bootje aan het varen was op een rivier. Ik droomde dat ik een hele mooie nieuwe jurk had. Ik droomde dat ik een snoepje at, zo groot als mijn hoofd. Ik vraag me af, als je zelf een droom bedenkt, kun je die dan ook dromen? Ik weet het niet, maar laten we het proberen. Als dat ons gaat lukken, dan kunnen we voortaan dromen wat we maar willen. Geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow! Oké, ik wil dromen dat ik op de oceaan vaar in een hele grote boot. Ik wil dromen dat ik een prinses ben in een kasteel. Ik wil dromen over allerlei soorten vlinders. Die avond legden ze elk hun tekening onder hun kussen. Verhaaltje, vanavond lees ik voor uit de Gelaarste Kat, een heel bekend sprookje.
Is het alweer ochtend? Ik ben bang van wel, ja. Het heeft helemaal niet gewerkt. Ik droomde dat ik probeerde te vissen en alleen maar laarzen ving. En mij is het ook al niet gelukt. Nou ja, ik bedoel, ik was wel een prinses, maar in mijn droom woonde ik in een grote laars. Dat is omdat papa ons heeft voorgelezen uit de gelaarsde kat. Zeg, Pudding, waren er ook laarzen in jouw droom vannacht? Nou en of. Ik droomde dat ik hele gekke laarzen vol snoepjes aan had. Waarom is er toch altijd eten in jouw dromen, Pudding? Ik weet het niet. Misschien is het wel omdat ik altijd aan eten denk vlak voordat we gaan slapen. Pudding, je bent een genie! We moeten overdag denken aan de dingen die we willen dromen. Dus dachten de kittycats die dag aan die dingen waar ze 's nachts over wilden dromen. Ik ben een prinses, ik ben een prinses. Een heel groot snelschip, een heel grote snelschip. Allemaal vlindertjes, vlindertjes, heel veel vlindertjes. En toen het tijd was voor papa's verhaaltje voor het slapen gaan... Verhaaltje, Roodkapje en de wolf. Nee, bedankt. Welterusten. Ja, ik ben een prinses. Vlindertjes. Ik ben een prinses. Vlindertjes. Nou, bedankt hoor. Nou heb ik de hele nacht over vlinders gedroomd. Nou, ik droomde vannacht dat ik een soort prinses was. En ik droomde dat ik aan het varen was op een schip met vlindervleugels erop. Onze dromen lopen door elkaar omdat we elkaar konden horen praten. Ik heb een heel goed idee. We proberen vandaag niet te praten, dan kunnen onze dromen ook niet in de war raken. De kittens concentreerden zich zo hard op hun droom dat ze er moe van werden. Maar toen ze gingen slapen, waren ze te moe om te dromen. We hebben gisteren de hele dag alleen maar gedacht aan de dingen waarover we wilden dromen. Maar toen droomden we helemaal niets. Ik snap echt niet waarom we onze dromen niet kunnen sturen. Misschien wel omdat het gewoon niet kan. Onze dromen zijn geheimzinnig, prachtig, verrassend. Dat maakt dromen zo bijzonder. En als we willen dat onze dromen avontuurlijk zijn, dan moeten we zorgen dat we overdag zoveel mogelijk interessante dingen doen en beleven. Hey, goed idee! Miauw, 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 miauw! De kittens ontdekten die dag allemaal nieuwe en interessante dingen. En na die belevenissen vielen ze snel in slaap. En alle drie de katjes werden verrast door de meest bijzondere en de meest wonderbaarlijke dromen. Op een dag waren de kittycats bij opa op de vuurtoren. Ze verveelden zich een beetje. Hé, ik zie ontevreden kittens aan de horizon. Waarom zo somber, kleintjes? We zijn vergeten om ons speelgoed mee te nemen. En ik heb ook geen boeken bij me. En nu vervelen we ons een beetje. Haha, dan is dit de kans om jullie te vertellen over mijn luchtballonavontuur. Daar vliegt de verveling voorbij. Hoera! Miauw, 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 miauw! Kom mee, dan vertel ik jullie in welke land ik allemaal ben geweest en wat ik daar allemaal heb gezien. Ja, kijk, ik was in Zuid-Amerika, hier, in IJsland, hier, in Afrika, China, Indonesië, Botswana, Tunesië en zelfs de Noordpool. Kijk, hier. Zijn jullie soms niet geïnteresseerd? Nee, ja. Het spijt ons, maar het is alleen maar een lange lijst met namen. Het is saai om u met een stok op een kaart te zien wijzen. Ja, oké. Dan vertel ik jullie over mijn reizen met een fotoboek erbij. Om te beginnen, in dit boek over Zuid-Amerika zien jullie de grootste waterval die ik daar gezien heb. Maar op die foto lijkt hij niet zo groot, opa.
En ik vloog over deze actieve vulkaan in IJsland. De kokende lava en de rook waren maar echt van... Maar ik zie helemaal geen kokende lava. Nou ja, die vulkaan was nog niet actief toen we deze foto maakten. Kom nou, een kleine zwart-wit foto. U vertelt spannende verhalen, maar het ziet er niet spannend uit. Ja, het zou veel spannender zijn wanneer je die spannende dingen in het echt kon zien. Ik heb een heel goed idee. Wat we zouden moeten doen, is echt op reis gaan. Goed plan. Wanneer vertrekken we? Dan gaan we met een hete luchtballon. Ik zou wel willen, Kittens, maar de vuurtoren moet 24 uur per dag bemand zijn. Oh. Maar hey, je kan ook mooie avonturen beleven door gewoon je fantasie te gebruiken. Je fantasie? Opa zette de hete luchtballon van de kittens klaar. Kom op, in het mandje. En nu je oogjes dicht. En stel je voor dat jullie in een hete luchtballon zitten, hoog in de lucht. Wauw! Oh, kijk nou, een vriendelijke kraai. En toen begon het harder te waaien. Het is alsof we in een orkaan vliegen. En het ging steeds harder stormen en het begon te regenen. Die regenstorm houdt ons niet tegen. We zijn dappere ballonvaarders met een missie. Oké, laat jullie fantasie gaan en vlieg. Vlieg! Met je fantasie kun je overal naartoe. Vlieg over een waterval in een luchtballon. Over een vulkaan en naar de horizon. Je komt echt overal met fantasie. Met fantasie, met fantasie. Want fantasie is grenzeloos. De mogelijkheden eindeloos. Met fantasie. Met fantasie. Wat was dat een fantastisch ballonavontuur? Ja, kunnen we nog ergens anders naartoe vliegen met onze ballon? Ja, natuurlijk kan dat. Maar we gaan nu eerst even wat eten. Zijn die broodjes niet een beetje saai? Ja, misschien wel. Dit klinkt als een klusje voor onze fantasie. Laten we net doen alsof dit broodjes zijn van een verre planeet. Goed idee! Miauw, 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 miauw! De Kitty Cats hadden ontdekt dat ze met hun fantasie overal naartoe konden. Zelfs helemaal naar de maan.